Jongen, wat een dode boel hier. En wat sneu voor die winkeliers die bijna geen klanten meer hebben. En voor de mensen in Alphen waar voor weinig te doen is. Wat moet de Reuring terugkrijgen op het plein? Oh, Tabakkeplein. Er is hier helemaal niks te doen. Geen enkele die van Tipoe. Je ziet het aan met heel veel pijn. Tabakkeplein. Reuring, muziek en terrassen. Dat is het plan van GroenLinks om het Tabakkeplein weer op te bouwen. Dus wat mooi zou zijn om hier een doorsteek te maken met een leuk haventje. Winkeltjes eromheen, horeca, dat is wat Alphen wilde. En dat is ook wat GroenLinks wil. De jongeren willen, en daar hebben ze groot gelijk in, een breder uitgaansaanbod. GroenLinks zit in dit schitterende monumentale pand de oplossing. Wij willen hier graag overdag een grand café voor jong en oud. En 's avonds, waar vroeger een podium was, nu weer een poppodium terugbrengen. GroenLinks slaat met dit plan niet twee, maar drie vliegen in één klap. Alphen heeft zijn poppodium terug. Het Tabakkeplein krijgt weer economische aantrekkingskracht. En het monumentale nutsgebouw is weer in gebruik. Tabakkeplein. Meer Reuring op het plein. GroenLinks heeft de afgelopen jaren met succes voor het behoud van de Grephoekpolder gestreden. Vooralsnog komt er geen weg door dit prachtige natuurgebied, vol flora en fauna. Dus laten we dit gebied behouden en laten we deze weg absoluut vergeten. Dus daarom zegt GroenLinks, we zijn tegen de rondweg en we blijven tegen de rondweg. En alweer staat er een polder onder druk. De Riethorense polder wordt door inwoners van Alphen, Hazenswoude en Boskoop gebruikt om te recreëren. Maar ook is er volop ruimte voor boeren en typische vergezichten. Nu wordt deze polder bedreigd. Wat is het plan namelijk? Ook hier wil men een weg van het Boskoops kwekerijgebied richting de N11 om daar aan te sluiten. Wij snappen dat als GroenLinks best wel dat de kwekers een makkelijke manier willen om hun producten te vervoeren. Daar hebben wij een andere oplossing voor. Twee problemen aanpakt. De Dorpstraat is de hoofdader van Hazenswoude Dorp. Die wordt hier ruw afgeknepen door de N209, wat voor ongezellige en onveilige situaties zorgt. Om deze problemen op te lossen en een weg door een mooie Rietveldse polder te voorkomen, stelt GroenLinks het volgende voor. Hier, op dit stuk, een tunnel of een overkapping, zodat de Dorpstraat gewoon vrije doorgang krijgt. Zo denken wij dus aan de mensen die snel door willen met de producten zoals de kwekers, maar we denken ook de mensen die van de natuur en van de polder houden. Zo helpen we de lokale economie en staan we dicht bij de mensen en dicht bij de natuur. Hier in Boskoop, waar ik geboren ben, is er veel leegstaande kwekerijgrond. Ongeveer 100 tot 150 hectare. Wij willen deze ruimte op een zinvolle manier gebruiken. Voor duurzame energie, voor andere projecten die duurzaam zijn, zoals stadslandbouw. Desnoods tijdelijk. Laat onze gemeente het echte groene hart worden. Natuurlijk moet er tussen Leiden, Utrecht en Gouda dubbel spoor komen. Want dat scheelt veel autoverkeer en zo ontlasten we het verkeer door de gemeente. Mede hierdoor zijn er minder files en zijn er geen rondwegen nodig die de natuur vernielen en de stilte verstoren. Niet alleen groen voor GroenLinks, maar ook dichtbij. Want we zijn een beetje bang dat de afstand tot de bewoner en het bestuur te groot gaat worden. En ik doe het natuurlijk niet alleen, hè. Want 13 november. GroenLinks. GroenLinks. Sociaal en dichtbij.